Mag u feliciteren, geloof ik? Ja, zeker. Hoe voelt u zich? Opgelucht. Had u het verwacht? Nou, je verwacht in deze zaak, je weet nooit hoe het loopt, maar ik had het extreem gehoopt. En per wanneer komt hij dan nu vrij, tijdelijk? Morgenochtend. Hij zit al behoorlijk lang in voorarrest. Heeft u het idee dat hij gelijk wordt behandeld als andere verdachten die een soortgelijk delict zouden hebben gepleegd? Nou, weet niet, er is wel heel veel aandacht voor een mishandelingszaak, voor deze. En dat zal er zeker mee te maken hebben dat hij een bekende Nederlander is. En helemaal een bekende Nederlander werd door herstel. Ik hoor van mensen die er wat meer verstand van hebben dan ik, dat er wel heel veel tijd besteed wordt aan deze zaak. En dat blijkt vandaag eens te meer. Hij wordt in vrijheid gesteld in afwachting van het begin van zijn proces. De vorige keer is hij teruggehaald omdat hij met getuigen had gesproken. Nou, dan komt Badr Hari naar buiten. Oh my god. Hier even afschermen aan deze kant. De rechtbank stelt nu vast dat de belangrijkste getuigen zijn gehoord. En het Openbaar Ministerie zegt, ja, we zijn nog meer getuigen die we willen horen. Maar daarvan zegt de rechtbank, die zijn niet zo belangrijk dat het persoonlijk belang van hem om nu vrij te zijn daarvoor moet wijken. Wat zijn de extra voorwaarden die nu worden geschept? Er zijn een aantal personen op naam, dus de aangevers in de diverse zaken. Daar mag hij geen contact mee hebben. Nog direct, nog indirect. En hij mag niet in de natte horeca komen tussen bepaalde tijden, tussen 8 en 8. Madde, wat heb je gedaan, joh? Ja, balen, broodje gegeten. Jongen, broodje gegeten, hoe kan je dat doen, joh? Gaat hij nu een extra oogje in de cel houden dat hij niet weer per abuis een broodje gaat eten ergens? Hij mag een broodje gaan eten. Hij mag in een restaurant gaan zitten, maar hij moet om 8 uur daar vertrokken zijn. Maar hij mag in theorie een broodje bij de Febo halen als het 12 uur s'nachts is. Maar hij zal nog meer, denk ik, niet doen dan wat toegestaan is. Want hij wil geen enkel risico lopen. Hoe voel je, Estelle? Ja, opgelucht. Hoe voel je Estelle? Hoe vindt u het dat Estelle een hondje heeft vernoemd naar uzelf? Dat vind ik ontzettend grappig. Ja. Wat er eindelijk kennis maken met de gezinsuitbreiding. Ja, dat kunt u wel zeggen, ja.